Eline, je moet heel goed onthouden dat wat we nu gaan doen, dat is echt niet om jou belachelijk te maken. Helemaal niet. Moet je echt niet denken. Het is echt gewoon om jou beter te leren kennen. We gaan namelijk de Dilemma Macarena doen. Iedereen wordt daaraan onderworpen. Iedereen die bij ons hier in de studio komt. Je gaat zo meteen een minuut lang de Macarena dansen. Mm-hmm. En dan krijg je dilemma's van Jolien. En die moet je dan zo eerlijk mogelijk beantwoorden. Ja. Je weet ook nog hoe de Macarena gaat? Ja. Yes. Moeten we dat misschien even met z'n allen ook eens doen? Ja. Dus eerst is het... Wacht, ik ga me even recht staan. Eerst is de rechterarm naar voren, linkerarm naar voren, rechterarm omdraaien, linkerarm omdraaien, rechterarm op linkerschouder, linkerarm op rechterschouder, rechterarm op hoofd, linkerarm op hoofd, rechterarm op heup, linkerarm op heup en rechterarm op poep, linkerarm op poep en dan shaken. Ja. Je hebt dat op goede punten, Vincent. Dat gaat veel te gemakkelijk bij jou. Ik doe dit al zo lang, Oké, zullen we even aftellen, Jolien? Van 3 naar 1. Dan gaan we 3, 2, 1, start! Matthias Schoenaerts of Matthias Vergels? Matthias Schoenaerts. Ochtendmens of avondmens? Avondmens. In een serie of in een film spelen? Film. Een cocktail of een pintje? Een cocktail? Dat is toch een beetje aarzeling. Oké, acteren of lesgeven? Acteren. Een berg beklimmen of van een klif duiken? Berg beklimmen. Italiaans of Chinees eten? Italiaans. Oh. Bungee jumpen of uit een vliegtuig springen? Uit een vliegtuig springen. Theaterwerk of tv? Theater. Een kakkerlak of een larve eten? Kakkerlak. Een roman of een thriller lezen? Nee, jongen. Wat, een roman lezen? Een roman of een thriller lezen? Sorry, ik was even... Ik vond het gewoon te grappig dat ze kakkerlak zei. En ik zag vooral je reacties van... Heb ik lees heel graag romans. Liever diarree hebben of moeten overgeven? Ik vind allebei niet zo erg eigenlijk. Allebei in één keer. Dat is het beste. David of de bunker? Wat? David of de bunker? De bunker. Oh. Ah. Ik dacht, normaal gezien luisteren Story en Dag allemaal altijd mee naar wat ze dan kunnen opschrijven volgende week in de boekjes. Maar deze week zal er staan, Jolien de Greef kan het woord roman niet uitspreken, denk ik. Maar ik vond haar reactie zo geniaal dat ik even mijn klus kwijt was. Ik zag ook zo denken van, wat heb ik nu gezegd, een kakkerlak? Nee, echt waar. Ik vind van larven echt viezer dan een kakkerlak. Ja. Kakkerlak is volgens mij nog wel... krokant? Ja. Ja, een beetje gebakken in de pan. Ik heb al springkaan gegeten, was echt lekker. Nee. Maar larven ook hoor, maar... Ja, ik vind dat zo glibberig. Maar als die gefrituurd zijn of gebakken, is dat best lekker. Allee, vooruit. Beetje overgeven. You. Make us cute.